Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Grand Colosseum met Nandowing. We zijn bij Battle 2 van de Colosseum aangekomen. Dus dat. Lekkering. Zeker lekkering. Nou, de vorige ging niet zo heel erg lekker, maar deze... Waarom zijn het allemaal Poison types? Omdat ze mij haten. Oeh, nee hoor, Psychic. Keep booming. Ik zit me nu, volgens mij las ik ook iets heel vaaks in die documenten van Colosseums are gym type of zo. Oh. Dus misschien werken de Colosseums dan nu als soort van tussen haakjes gyms. Dan is het de Poison Gym. Dan is dit de Poison Gym inderdaad. Nou, gelukkig hebben we allebei een psychic type. Wacht, dat vind ik raar. Wat? Poison zou toch neutral moeten zijn op Curlia omdat het Fairy Psychic is? Volgens mij is het dan super effective, maar ik kom ook voor de type charge. Kijk, Curlia. Nee, hij is zwak. Dat is wel waar. Hij is zwak tegen Poison, Ghost en Steel. Maar ik snap wel wat je bedoelt, ja. Hey, dual wingbeat. Yes. Dat is goed tegen de gloom. Jazeker. Jeddy. Dit is één van mijn favoriete nummers. Ja, mijn is Real Grand Tower van Colosseum. Nou, die is ook wel lekker. En Agate Village vind ik ook leuk. Die is ook lekker. Is er een nummer wat ik echt niet geweldig... Ja, er is één nummer die ik niet geweldig vind. Okay. Dat is het alarm wat afgaat als je in het laboratorium bent. Oké. Okay. Pirate Colosseum, semi-final. Oh. Tegen een dude. Tegen een banana guy. Filch. A Filch is not going to be easy on me. Dit is ook... Het is letterlijk bandana guy. Ja, dat is de trainer type. Klas ofzo. Oh, poison type? What a verrassing. Poison type? No way. Oh fuck, hij doet shit op al. Tegen mij. En dat was een crit. Jammer. Dat was een paddy, ik. Dat was echt een paddy. Nee, maar dat was ook... Ik ga niet zelfs paddy zeggen dat het een niet-ik was. Dit was... Dat was wel een hik. Dit was een hik. Bubble Beamy. Oh, deze ding vind ik ook nice. Deze, ja, deze team. Ik ook. Deze ook nice. Ik loop 1 battle achter. Geweldig. Nicing. On the kicking. On the kicking. Even kijken, want zijn die stats van Mistreaters ook aangepast? Nee, ik durf het niet te zeggen. Heb ik nog goede natures? Volgens mij heeft mijn Espeon wel een redelijk goede nature. Ik dacht dat naïef dat dat plus special... Good. Was dat Muddy Water? Ja. Yeah. Is Muddy Water een ground type move? Ik dacht een water type move. Nee, dat is een water type move. Hoe kan het dan super effective zijn op Curlia? Dan heeft die guy, zeg maar de maker, die heeft het een ground type move gemaakt dan. Als het super effective was. Of een poison type move. Dat lijkt me raar. Sla mij maar dood. Nee, liever niet.
Okay. Dat zou ik zeer exciting vinden. Dikke strats hier met Rain Dish. Holy shit. Dat ze dikke strats hebben met Rain Dish. Ah, oh, en Rain Dish. Dat doet meer Ruby meestal. Surf, oh crap. Holy pepperoni. Magische poedering. Maar echt niet. Het enige voordeel is wel dat Surf iedereen raakt. Die Pentacool gaat nu neer, toch? Jazeker, Ring. Lagering. Maar helaas heb je nog een pocket monster. No way. Een Weeping Bell. Hey, dat is een poison type. Ja, dat moet niet waar zijn. Het is niet normaal meer. Dit is niet normaal meer. Bij mij begon die met Tentacruel en Weeping Bell. Kijk, wat gaat die... fucking intimidate. Wat gaat hij doen? Oh, ik ben sneller. Nice. En dat is Speedy Mastering. Speedy Mastering. Laatst was ik bezig met Legends Arceus om Anemorus voor hand te krijgen. Ik heb andere dingen ook gefixt. En ik heb ook in Shield heb ik Glacier gefixt, want die had ik ook nog niet. Oh, nice. Nu mis ik nog maar één Pokémon om een Pokémon Hope Dex helemaal te completen. Magearna. Nee, Weardeer. Oh, huh? Die is easy te krijgen. Ja, weet ik. Maar die heb ik dus blijkbaar nog nooit in home gezet. Ah. Dus dat kan ik, wanneer ik zin heb, kan ik dat gewoon in één keer fixen. Nice. Echt heel erg nice. En dan krijg je zo'n speciale Magearna, hè? Weet je dat? Nee, die heb ik al gehad. Hoe? Toen we, omdat Legend Arceus toen nog niet uit was. Ja, klopt. Toen had ik alle Pokémon's al. Of nee, het was zelfs voor Gen 8 volgens mij. Oh. Dus je krijgt niks. Nou, ik weet in ieder geval, ik heb die Magearna al ergens staan. Godverdomme. Jezus. Nou, we moeten nog een paar uurtjes met die Shadow Pokémon lopen, Bieman. Is het dit al erg weer? Ik denk dat je hierna geen XD voorlopig wil gaan doen. Jawel. Wil je het gelijk hier achteraan doen? Zeker, man. Holy crap. Je moet jezelf wel het een en ander aan doen. ik heb de Bandana Guy verslagen. Ik vind XD wel een leukere game dan Colosseum. Snap ik. Je begint niet midden level 30. Je begint gewoon met level 10 of zoiets. En je hebt meer keuzes, want nu moet je beginnen met Umbreon en Espeon. En in XD kan je nog kiezen welke evolution je wilt. En volgens mij heeft XG die... Dan begin je met Eevee. En een Ralt, dacht ik. Oké. En je kan dan nog iets vangen. Maar dan weet ik echt niet meer welke Pokémon dat is. Maar ik vond het best wel leuk. Ik heb tot Admin 2 gespeeld, uit mijn hoofd. En bij Admin 2 had ik een Alolan Ninetales gevangen. Alolan Ninetales, maar die zit ook in deze game toch? Als het goed is zit die in deze game. Oh, die wil ik zo graag. Snap ik. Die is wel zo'n Poggerino. Poggerino Pokémon. Je hebt ook een Alolan Marowak, maar die is niet zo... Nee. Denk ik niet zo van. Maar sommige mensen wel, dus ja. Yes, maar Espeon leert eindelijk Psybeam. SMS Espeon. Naar 5-2. Precies. Hoppa, volgende Nidoqueen. Oh shit. Een Nidoqueen? Oh, daar moet ik zo ook tegen. Ja. Verdomme. Da, da, da.
Saiyan Final Touch. Tegen een dude met een of ander shirt aan. Kaboom. Of nou ja, hij lijkt niet op een shirt. Nice the shirt. Hij is shirtloos. Een gross. Ik dacht gespierd voor het shirt. Dat kan ook. Haunter. Umbreon naar Kurnia. Naar Boy. Let's go. Oh nee. Hoezo heeft hij sludge wave? Nee, dat is trouwens logisch. Hoezo mag hij eerst? Huh, sludge wave is gewoon muddy water. Daarom dacht ik van muddy water. Dat is gewoon. Ah. Oh. Dat verklaart het. Dan begrijp ik hem ook weer een stuk beter. Broodjes thuis, nice. Hoef ik niet meer op de deur te letten. Nicing on the caking. Heel erg nicing on the caking. Kut sludge wave, echt niet leuk. Ik ga surfen op het sludge. Maar hij killt zijn eigen team ook, dus dat scheelt. Ja, dat scheelt wel, ja. What the frick? Ik one-shot hem niet. Oké, ik heb hem verslagen. Nu jij nog. Ja. Nou, gelukkig heb je nog de zijkant. Kijk, krijg je dan ook TM Toxic, zoals normaal gesproken? TM06. Ja, je krijgt toxic. Leuk. Oeh, hyper mode, nice. Nou, dan ga ik even wachten op jou. Want dit is de playthrough van Milani, niet van Nando in. Precies. What the fuck deed hij? Ah, hij sloeg me, ik weet even niet wat. Jezus, die spruit van Nido King ziet er niet uit. Kijk. Oeh. In ieder geval doe je nu een crit damage. Nee, ik ga die niet winnen. Kijk. Smart Strike. Oh, dat is een Steel type move. Ah. Hopelijk heeft dat ding geen. Oh, je hebt nog niet Thunderbolt. Nope. Ah, shit man. Dat is hem. Nou ja, in ieder geval, we weten nu dat deze guys allemaal poison types hebben. Dat klopt. Dus je zou nog eventueel Espeon alleen voor dit stuk nog kunnen meenemen. Ja, dat is misschien wel een idee, ja. Moet je even kijken wat een beetje nutteloos is, wat niet zo goed is. In ieder geval iets van XP nog, of voor die hunter. Bij de Queen en King. Zie hoe sexy die Queen danst. Ja, die Queen die ziet er nog wel redelijk goed uit. Die King die ziet er niet uit.
Rock Smash. Wat een disrespect. Echt hoor. Milan is Pokémon Mastering. Maar, dus de vraag, dan moet ik alles eens opnieuw doen. Ja. Oh, leuk gemaakt. Damn bro. Kijk, want dat heb je nog meer, Furret. Oh, wacht, ik moet eerst... Ik moet eerst eventjes de item eraf halen. Ja, Noctowl kan nog geen psychische moves. Ik denk dat ik Noctowl hier laat dan. Oké. Okay. Is Mistrievous niet ook een goede keuze om achter te laten, aangezien het zwak is tegen de poison type moves? Ja, dat is waar, dat is waar. Daar zit wat in. En misschien dat ik met Noctowl nog wel een psychische aanval leer zometeen. Toen hij tegen die trainer vocht, had hij extra sensory, dus... Oh ja. Ja, dat is een good call. Jazeker. Is het handig om dan zo meteen gewoon met Espeon en Curlia te beginnen? Ja, weet wel dat je de eerste battle tegen die Arbok moet. En die is Poison Dark. Dus... Dubbel teamen op die arm. Oh nee, niet. Oh ja, hij is ook daar. Dan kan ik beter met Combusken beginnen zometeen. Ja, dat denk ik ook. Dan hem helemaal de tyfus in slaan met Sky Uppercut. Precies. Dat hij niet meer kan resisten. Nou, en je zou nog Hyper Potions kunnen kopen. Ja, dat kan ik ook nog doen. Echt, die items is echt een chore in deze game. Ja. Op een gegeven moment dan ben je de item menu gewend en dan ga je er redelijk snel doorheen. Nou, let's go, denk ik maar. We gaan hem wel gewoon doen, Ing. We gaan hem gewoon halen. Zeker, Ring. Oh mijn god. Ik sta aan de hand, hè. Ik krijg van een vriend van me, krijg ik altijd van die Instagram-video's doorverstuurd privé. Oh, je kan A en B trouwens spammen om dit te skippen. Oh, nice. Het gaat wat sneller. Maar ik wil ze alleen echt openen als ik er met tijd eventjes alles kan kijken en dan kan reageren. Nou, ik heb het al een tijdje niet gedaan. En nu heb ik 61 berichten. Oh, wow. Van die video's. De kut. Nou, dan ben ik gewoon zometeen een uur bezig om ze allemaal te kijken. Wauw. Oeh, je hebt wel Psychic. Oh nee, ja. Die had je al. Nog wel. Ah, oké. Nou, je killt de Golbat in ieder geval in één keer nu. Lacquering. De Curlia sowieso. Hij doet hetzelfde met Curlia, maar ziet zo, Curlia is nu niet meer handig tegen die Arbok. Precies. Omdat het zo'n donkere Pokémon is. Ja. Wacht, ik doe Noctowl, want misschien krijgt hij wel een psychische aanval straks. Dan kan ik nu weer... Hij is ook Psychic, weet ik. Mm-hmm. Maar dat ik hem misschien zo meteen over het Strapie kan krijgen. Als en speedboost, extra... dus misschien dat ik zo sneller ben dan de Arbok en dan is het helemaal gefixing. Jazeker. Ja. Ja. Easy win. Oh. Oh, dat was zuur. Maar, je ziet zo, hij doet geen dik. Nee, dat is waar. Noctowl doet ook wat damage op hem. Kijk, dit ging al veel makkelijker dan die eerste battle. Ja. Omdat ik nu weet hoe wat, zeg maar. Dat scheelt gewoon heel veel. Mhm. Hoppatee, dat was de Arbok. Charbok! Charbok is neer. Zeker, man. Nou, die tweede was niet Tentacruel. En Quillfish. Quillfish. Nee, dat was dat niet de derde? Nee, toch? Tentacruel en Quillfish? AB?
Maar het was toch die chick die ze had? Was dit niet de Gloom en de... Oh, might be. Het was Gloom en Swallowed. Nou, daar had je niet zoveel problemen mee. Nee, die waren we snel sinds je Mingo aan het zetten. Die waren heel snel sinds je Mingo. Nee, hier ook. Heatwave. Ja, zeker mee. En dat zag je ook snel aan. Goodbye. Nou, die Heatwave set doet net het laatste beetje als het goed is. En ik ben ook nog eens eerst. Is dit nou gewoon een perfect win? Lekkering. Misschien. Ik weet niet zeker of Bloom won het keer. Nee. Ja. Bijna heel erg lekker. Anders was de perfect win. Dat was dus zeker een perfect win. Battle 2. Ik wil Battle 3 ook nog eventjes deze aflevering doen en dan doen we de Battle 4 wel de volgende aflevering. Ja, is goed. You're not half bad, you. Thanks. Ben ik helemaal bad of ben ik gewoon tand toe goed? Tand toe goeie. Nou, Filch, kom erop met je Tentacruel en je Quillfish en je Weeping Bell. Je zal wel niet eerst met Weeping Bell beginnen, dat is wel jammer. Die van mij die begon wel met Weeping Bell. Hebben ze nieuwe Pringles? Als jij het zegt. Ik zie hier Pringles Rice en dan heb je of Pringles Rice Fusion en dan heb je drie smaken: Japanese barbecue teriyaki, Malaysian red curry en Indian chicken tikka masala. Oh, tikka masala. Oh, mag ik dat? Van mij wel? Ja. Nee. Maar mag dat van de dokter? Ik snapte je. Ik denk dat ik dat iets belangrijker vind. Oh, nee, oké, thanks. Nee. Oeh, crunch, alsjeblieft, ja. Juist. Weg met die bite. Oh, je kan ze ook gewoon via Amazon bestellen. Oh, niet beschikbaar. Oké. Toch niet. Oh nee, toch niet. Nee, toch niet. Raindance, dat is op zich niet door. Of zijn dit oude smaken? Dat kan ook. Oh, je bent hypermode. Zeker. Shadow Rush, let's go. Shadow rushing. Rushing the shadow. Rushing the shadowing. Weet je wel het voordeel van met Combusken leaden samen met Curlia? Nou? Dat ze nu eerst de Combusken focussen, waardoor een Curlia Psychic kan doen. Ja. Dat scheelt heel veel tijd. Zeg dat wel. Kijk, oeh. Weatherball. Ja, dan is Combusken nu dood. Oei. Maar in ieder geval wel kunnen killen, dat is wel fijn. Ik heb toch nog een kleine beetje experience van die Quillfish mee. Maar ik wil die teriyaki. Teriyaki lijkt me heel erg lekker. Teriyaki? Ja, teriyaki saus. Dat lijkt me heel erg lekker. Zetmeel, tarwe, zout. Ah, kut. Kijk, bestaan er zout, armen, Pringles. Het antwoord is nee. Wat jammer. Sad. Goed, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag bij de volgende aflevering. Want dan doen we de finale. Adios. Lekkering. Amigos.